RTV Weeknieuws van 16 tot en met 21 mei. Met daarin: beroep tegen afgeven vergunning Oranjebrink ongegrond verklaard door rechter. Nieuwe plannen ontwikkeling voor Prins Hendrikade. En melding explosieven in voormalig marinebarak. De politie kreeg donderdagmiddag 12 mei een melding binnen dat in een barak, welke antikraak bewoond werd op voormalig vliegkamp Valkenburg, explosieven zouden liggen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, schakelde de politie direct de explosievenopruimingsdienst Defensie in. De zoektocht leverde echter geen explosieven op. In het pand werden wel andere dingen aangetroffen. Zo lag er een kleine hoeveelheid verdovende middelen en waren er onbekende chemische stoffen aanwezig. Nader onderzoek moet uitwijzen om welke stoffen het gaat. Forensische rechercheurs doen nader onderzoek in de barak. En vanwege de grootte en de hoeveelheid spullen kan dit onderzoek nog enige tijd duren. Het door een inwoner van de Zanderij aangespannen beroep tegen de gemeente Katwijk bij de Raad van State is door de rechter ongegrond verklaard. Het bezwaarschrift werd ingediend omdat de bewoner vindt dat de vergunning van de feesttent Oranjebrink tijdens de najaarsfeesten in Katwijk aan de Rijn in 2010 ten onrechte door de gemeente is verleend. De rechter stelt echter in haar uitspraak dat de gemeente Katwijk heeft voldaan aan de voorwaarden van het afgeven van de vergunning en dat deze ook aantoonbaar zijn gemaakt. Daarbij komt dat de voorwaarden worden nageleefd en er een actieve handhaving en controle plaatsvindt. De gemeente Katwijk heeft een nieuw plan gemaakt voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein ten zuiden van het Prins Hendrikkanaal. In het plan Haven Fase 2 is plaats voor 97 laagbouwwoningen en een woonzorgcentrum met daarin onder meer ruimte voor een woonzorgservicecentrum, bestaande uit 61 woonzorgappartementen, inclusief een gemeenschappelijke ruimte, een parkeergarage en eerste lijns zorg- en kantoorruimte. Dit zou gerealiseerd moeten worden in het oude gebouw van Parlevliet aan de Prins Hendrikkade. Het oude bouwplan Oranjedorp was niet haalbaar vanwege de economische crisis. De uitvoering van het nieuwe bouwplan start naar verwachting in 2013. Rijnsburg krijgt een nieuw verzetsmonument. Het huidige monument wordt door veel mensen als te massaal ervaren en ook de locatie is niet ideaal. Doordat de steen is ingemetseld, is hij erg kwetsbaar en daarnaast verdwijnt hij een aantal weken per jaar achter een oliebollenkraam die 's winters een standplaats heeft op het burgemeester Komansplein. Vorige maand besloot het college om een geheel nieuw ontwerp te maken. De directe omgeving rondom het monument wordt eveneens aangepast om het monument te versterken en beter tot zijn recht te laten komen. De verwachting is dat het monument in het derde kwartaal van dit jaar zal worden geplaatst. Vanaf donderdag 19 mei kan bij de openbaar vervoersbedrijven in onze regio alleen nog met de OV-chipkaart gereisd worden. De strippenkaart is dan niet meer geldig. De strippenkaart zou eigenlijk al in maart verdwijnen, maar door het kraken van de OV-chipkaart toen is dit uitgesteld. RTV Katwijk is nu ook digitaal te ontvangen via Ziggo kanaal 951. Aanstaande zaterdag zal er 's ochtends een speciale live-uitzending van Melange Lokaal plaatsvinden voor de officiële digitale aftrap. In dit programma kunt u tevens kaartjes voor de musical Soldaat van Oranje winnen. De werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Valkenburg zijn beëindigd. Na een afsluiting van een aantal maanden kan het verkeer nu weer gebruik maken van de doorgaande weg. De inrichting van de straat en de bestrating zelf zijn flink onder handen genomen. Het welbekende monument heeft nu een plaats gekregen midden op de rijbaan. En dat is voor het verkeer even wennen. Tot zover het RTV Weeknieuws van deze week. Meer nieuws vindt u op rtvkatwijk.nl. Een nieuw nieuws is er vanaf maandag 23 mei. Tips en reacties kunt u mailen naar redactie@rtvkatwijk.nl.
@rtvkatwijk.nl.